juist nog even een dutje gedaan. Ik ga nu het eten even terug insteken. Dat pak ik mee dan naar mijn schatje hart thuis toe. Dus dan eet ik daar. Ik ga ook deze keer nog een korte broek aandoen. Want mijn schatje zegt, ja, het is even warm buiten. Oké, dan ga ik me daar nog op voorzien. Want hier in mijn appartement is het nu 24 graden. 24 graden, dat is warm. Juist, dan moet ik ook nog in orde maken van de standaard boekhandel. Moet ik ook nog in orde maken. Oei. De standaard boekhandel. Ai. Dat is het dan op 1-2 minuten. En dan kan ik op mijn 2 minuten op mijn gemakje mee aandoen. Yay! En dan kan ik naar mijn schatje gaan. Yay! Er staat iets heel nice. Wow, een nice motto. Van Boom. Nice. En die heeft ook een kooprood erop. Maar nu ga je terug letten op de baan. Mijn eetplek. En mijn schatje is haar haren bezig. Hallo. Ik hoop niet dat je mijn oksels zag. Nee. Voor? Omdat mijn oksels niet geschoren zijn. Oh, nu weten de kijkers dat. Ja, blijft dan. En wat heb jij vandaag gedaan? Op de dagcentrum? Ja. Bingo gespeeld. En wat nog? Bingo. 2 keer bingo gespeeld en de dag was om. Snap je hem niet? Nee. En gezweet, ja. Ja. Want vandaag was het... warm. Ja, man. Echt wel, man. Allee, tot ziens. Oh, hier bij de SAS aangekomen. Ga ik eens even kijken. Oei, die boot is hier precies al aan het uitvaren. Ik ga eens even kijken naar de andere boot. Want hier gingen alle mensen terug weg. Dus even kijken hier. Die sluis moet zelfs ook nog toegaan. En dan gaan we eens even kijken naar sluis nummer 2. Ik zal zeggen, geniet er maar mee van. Weet je wat ik ook eens ga proberen, mensen, zo zijn boot te laten toeteren? Zal me dat lukken, ja of nee? En zie dus hoe hoog dat is. Holy crap! Dat is hoog. Hier hebben ze juist een wissel gedaan. En daar gaat de sluisdeuren toe. We gaan daar eens even ook meenemen naar jullie toe. Zie eens hoe mooi dat daar heel mooi aan kan er aan het sluiten is. Wat? Oh, that's not here. You are now on Hasselt. Yeah. What's that? Hasselt. Here. You are here now. You see? Hasselt. Eindhoven. Eindhoven, that is... Wacht, yeah, that's straight. Eindhoven. Antwerpen. Antwerpen is that way. You are not on a car. No. You are walking. Yes. Walking. Eindhoven. To drop. Yes. Possible. You can hear the and then still going to down. Thank you very much. Yes. Okay. Ja, ik heb even iemand moeten helpen. Terwijl heb ik jullie de
sluisdeuren laten zien. Wat er nu gaat gebeuren is dat deze boot gaat nu raising up. Dus hier komt nu heel veel liters water binnen. Ik heb eens ooit eens horen vertellen dat hier toch een goede Olympische zwembaden. Gok eens. Als jullie het getal 25 hebben gezegd, dat klopt. 25 Olympische zwembaden gaan hierin. En die andere is daar vertrokken. En nu kijk ik terug naar mijn schetje. Ik hoop dat jullie het er hebben van genoten. Van de sluisdeuren, hoe die ook toe gaan en al. En jammer genoeg heeft er geen boot getoeterd. Jammer. Maar het is wel een hele mooie, leuke haven. Hier in Hasselt. Toch wel wat waterniveau. Ja, niveau verschillen. En nu ben ik terug bij mijn schatje. Dank. Hallo. Ja, ik heb de sleutels gehad. Oké. Want ik wou niet dat je ging wegrijden. Dat kan ik niet. Dat weet ik ook wel. Maar ik zei dat voor de grap. Ik heb die ook geprobeerd te... Is mijn deur gedicht? Ja. Ah. Ik heb die boot ook proberen te laten toeteren, maar dat is mislukt. Jammer. Want ik heb zo eens even gedaan. Maar niks. Jammer. Hallo allemaal en welkom op een Q&A op 13 juli 2020. Ik ga heel eventjes de vragen erbij nemen van Discord. Wanneer komen de t-shirts van het donatiegeld als we op 500 zitten en ook als ik een boekhouder heb gevonden, noem maar op. Want ik wil echt een bedrijf daarmee opstarten met Psycho TV, maar dan heb ik echt mensen nodig. Wil je kandidaat stellen voor mij echt te helpen met Psycho TV echt van de grond te krijgen? Stuur gerust een mailje naar info@psychotv.be. Echt waar, je e-mail die dan naar mij toe komt, zal ook echt beantwoord worden. Ik ga even ook mijn headset afzetten. Hoeveel abonnees die nog niet geabonneerd zijn, kijken naar uw vlogs zonder te abonneren? Dat is een hele goeie. Ik ga dat eens even eens heel snel bekijken. Eens even kijken, analytics. Misschien staat dat hier. Nee. Publiek. Dus even kijken. Ja, hier. Niet geabonneerd. Dus van de afgelopen 28 dagen. Kijktijd van abonnees. Kijktijd van de afgelopen 28 dagen. Niet geabonneerd. 59%. Geabonneerd. 40,9%. Bij deze. Dan weten jullie dat. Oké, de volgende vraag. De volgende vraag was van BRNT. De volgende vraag van Dr. Heustens. Klopt het dat je ooit bij Jurgen iets wou doen of hebt gedaan? Nee. Daar ben ik heel eerlijk om. Nee. Jonas, zou je een serie kunnen maken waarin je elke dag films of series adviseert voor ons om te kijken? Ik wou dat vroeger doen, maar er komen zoveel films uit. Wacht, hè. Films 2020. Dan heb je toch al een redelijke grote lijst van films van 2020. Ik ga u al een paar opnoemen, zo gelijk Into the Jungle. Ah nee, dat van 2018. Oei. Ik ga even hier sorteren op 2020.
En die website sorteert dat dus niet. Even eens kijken. Nee, dat is niet. Hier, zo gelijk. In januari 2020. Ik ga geen moeilijke nemen. 1917. Was gelijk de Coppert. Of Like a Boss. Of Doodle. Die vind ik echt ook zo gaaf. Ik ben nog zo aan het kijken wat in januari was uitgekomen. Voor de coronatijden. Ah ja. Fantasy Iceland. Die wou ik ook zien. Sonic the Hedgehog. Die is ook echt heel mooi. En daar adviseer ik u ook aan om te om gaan te kijken. De Jezus Rolls. Dat ziet er mij ook wel een goeie uit. De Onward. Ziet er mij ook een goeie uit. Er zijn toch wel redelijk veel films uitgekomen. Maar ja, dus bij deze. Dr. Reusens, dat is wel een leuk idee, Jonas. Voilà, ik heb al een paar dingen opgezegd. BRMT, Dimitri zit in een weermangroep op Facebook. Ja, misschien kan hij ook weergeven elke week. Ja, dat kan ik misschien nu ook wel eens doen. Het weer in België komende 7 dagen. Dus even kijken, hè. Dus dan heb ik daar van Brussel voor. Ja, ik ga akkoord met de cookies. Oh, ik haat dat, hè. Cookies. Of nee, ik ga daarvan Hasselt nemen. Dus de komende 5 dagen. Dus dinsdag 14 juli. Oh nee, dan komt mijn vlog. Ik zal dan vanaf, elke keer vanaf woensdag nemen. Ja, vanaf woensdag. Oké. Woensdag 15 juli wordt het maximaal 21 graden en minimaal temperatuur van 12 graden. Neerslagkansen is 45%. Weercijfer is 7. Donderdag 16 juli. Lokaal een bui. Komt op maximum temperatuur van 19 graden en een minimum temperatuur van 13 graden. Dus een dikke jas aandoen is aangeraden. Dan vrijdag gaat het goed bewolkt zijn. Wel af en toe met een zonnetje erbij. Gaat het 23 graden zijn en een minimum temperatuur van 13 graden. En neerslagkans is 25%. Voor donderdag 16 juli, daar ben ik ook nog even vergeten te zeggen, neerslag in millimeter is 85% en 3,2. Voor zaterdag 18 juli, licht bewolkt, dus deels bewolkt, maximum temperatuur van 26 graden en een minimum temperatuur van 14 graden. Neerslag is 10%, millimeter 0,1. Zondag 19 juli gaat het heel licht bewolkt zijn. Gaat het een maximum temperatuur van 26 graden zijn en 14 graden. Het minimum temperatuur en de neerslagkans is 20%. Maandag 20 juli gaat het wat bewolkt zijn en een maximum temperatuur van 25 graden en een minimum temperatuur van 13 graden. Dat gaat ook zowel ook voor dinsdag 21 juli zijn. Woensdag 22 juli, dan zijn we dus een week verder. Dan gaat het licht bewolkt zijn en 25 graden als maximum temperatuur en 12 graden als minimum temperatuur en 15% kans op neerslag. Bij deze het weer van Psycho TV. Laat duimpje omhoog voor mijn kunst van het weer.
Oké. Volgende. Zegt Dimitri van Dr. Reusens, hè. Toen bij de eerste giveaway had je gezegd dat je degene die het juist had een shout-out mocht doen. Bij deze wil ik dat doen, maar mijn maatje Eddie Slingers, die een grote prijs heeft gewonnen, misschien kan jij hem eens proficiat wensen met het winnen van deze prijs. Voilà, bij deze is het ook gezegd geweest. Dan Eddie's Billiard Sauce. Heb jij geen schrik dat YouTube binnenkort al die fake abonnees gaat verwijderen en je terug onder de 1000 abonnees gaat zitten? Nee, daar heb ik geen angst voor. Dr. Reusens, je wilt t-shirts laten maken bij uw 500 euro, maar hoeveel winstmarge denk je dan daarop te pakken? Gaat dit ook een gratis verzending zijn? Voor het eerste ik denk eerste jaar nog geen gratis verzendingskosten, maar dan gaat dat sowieso gratis verzonden worden als ik toch al tamelijk wat heb kunnen verkopen. BRNT, ik denk dat hij ze zelf rond gaat brengen tijdens het rijden en zeilen, Dr. Reusens, dus waarschijnlijk een gratis verzending. Lol. Als het niet te ver is, BRNT. Dr. Reusens, dat zou leuk zijn. Dan hebben we een momentje bij onze held. Dat is waar. BRMT. Ja, en Dimi maakt nog wat kilometerkes. Dat is een win-win situatie. Dr. Reusens. Ik ga wel verhuizen naar Ronsen, zodat hem kan ontmoeten. Hopelijk brengt hij het tot daar. Lol, Dr. Reusens, je moet niet gaan verhuizen dat ik op, maar alleen maar op 14, 15 en 16 augustus op Pixeland ben. Er zijn nog altijd tickets beschikbaar voor de bezoekers. Dus ga naar www.pixeland.be en deze gaat door in Ronsen op 14, 15 en 16 augustus. Dan, als Vlaamse belanger gaat Dimi wel wat dieper geworden in Ronse. En waarom dat, Kiever? Dat wil ik wel eens eigenlijk eens van weten. Laat het hier onderaan in de reacties weten. Dan, Dr. Reusens, heb je Bea al zoveel maand niet kunnen vogelen? Dat gaat toch ook op een andere plekken dan alleen uw bed, hey Dimi? Wees eens een vent. Dankjewel, BRMT. Ik ga er niet op in. Het is Billiard Sauce. Waar leerde je die alternatieve inspiratie van de lid wordende bijvoeglijke naamwoord? Ik snap hem niet. Dan Dr. Reusens, wat is een lidwoord? Dr. Reusens opnieuw. Aan de kerk in Schakenbroek kunt je ook eens goed Pokémons vangen, Dimi. Oké, dat is goed, ik dat weet. Merci voor de informatie. Eddie's Billiard Sauce. Dr. Reusens, heb je daar gisteren nog een Jonkoporion gevangen? I don't know. Oké. En dan BRNT. Is ook een mooie plaats om een wandeling te maken. Of een voetbalvlog. Als het kunstgras van Alke u niet zo ligt. Oké, BRNT. Misschien dat ik daar nog wel eens langs ga en dan daar wel eens een wandelingsje gaan maken. Kiever, ik denk wel dat er een voetbalvlog komt samen met een vrouwenclub recht over zijn appartementje. Als ze hier eens terug is gaan voetballen, zal ik eens wat beelden schieten. Voor jou. Voor jullie eigenlijk. Dan kon niet klaarkomen. Wanneer livestream? Binnenkort nog wel eens. Ik ben nu volle bak mee bezig met het voorbereiden van Pixeland. Want er moet nog redelijk wat gebeuren rondom Pixeland. En als Pixeland wat achter de rug is, dan ga ik eens kijken als ik dan nog eens een livestream kan doen. Misschien tijdens het event zelf. Ik ga zien. Wat vind jij ervan dat mondmaskers nu verplicht zijn in de winkels? Dit. Toppie. Toppie, 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 toppie. En dan kon je klaarkomen. Gaan we eens swingen? Nee. Want we hebben het dus gevraagd wat ze juist bedoelen met swingen. En dat is in een intieme kring, ik zal het zo zeggen. Bij deze.
Dan gaan we de YouTube-filmpjes, daar de reacties op ga ik ook weer al voorlezen. Dus bij deze probeer ik jullie opnieuw te stimuleren voor maken wat reacties op YouTube. En die lees ik dan ook wel integraal voor. En laat dus ook eens een leuke comment achter op de www.cycletv.be bij reacties. Nu, even mee switchen naar een ander scherm toe van OBS. Ik werk met twee beeldschermen. Dan Anusbek. Als iemand u via Messenger belt, dan weet je toch wie dat is. Ah ja, als ze gewoon de naam Boeit gebruiken, dan weet je dus ook niet. Nieuwe fish out. 21:50. En dan, Dr. Heusens, 10 minuten 50 seconden. Dus als ik door mijn wijker slaap, heb ik een lichte burn-out. Ik leer andere dingen beter uit. Daar heb ik eens alles beantwoord. Oké. Ook volgende. 895. Daar is maar één reactie op gekomen. Hopelijk kan de politie deze zware misdrijven oplossen. Hopelijk kunnen ze dat. En dan wat zot doen. 897. I see Swallow Com. Constant naar Jukes Christmas House gaan. Ijsjes eten, drinken. Corona bestaat niet meer in Alken. Jawel, maar ik gebruik altijd mijn mondmasker. Echt waar. Aziz, welkom. In de vorige Q&A zei je dat je niet wilt dat iemand anders de vlogs edit, omdat je het graag persoonlijk wil houden. Wij willen niet dat andere mensen de vlogs bewerken. De kwaliteit moet blijven zoals altijd is geweest. We kijken graag halfgewerkte vlogs die niet nagekeken zijn met geluid die niet gechroniseerd is. Dat klopt, ja, sorry. Wat een amateurisme, zegt Dr. Huisdens. Ja, sorry. Oké, de volgende. 898. IC Swallow Com. 3.16. Hier is het zone 30 en jij vliegt gewoon door een stopbord. Je moet daar stoppen totdat het auto stilstaat voordat je terug mag vertrekken. Eens even kijken. Dus ik ga even ook de desktop wat iets stiller zetten. Dan horen jullie, dan zien jullie het ook. Dus ik ga het even hier op pauze zetten. Dus aan deze kant, dus deze auto's, die mogen nog voorbij. Maar aan deze kant kunnen we in één keer gewoon oprijden, omwille van dat de andere baan maar één richtingsbaan is geworden. En ja, ze moeten die stopbord en die streep dan nog weghalen. Bij deze. Nu ben ik mijn muis aan het zoeken. Ah, daar. Oké, ben terug. Gewaar, oké. Dan neusmasker. 899, daar zijn twee reacties op gekomen. 6.44. Dimitri wil geen extra hulp om zijn vlogs te bewerken, omdat hij kwaliteit hoog moet houden. Bij deze doe ik nog eens een keer een oproep. Mail me. info@cycletv.be met wat informatie rondom met welke programma's dat jullie gebruiken om de video's te editen. En ik zie dat mijn camera soms moeite heeft om te focussen. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien door mijn lichtinval. Ik weet het niet. En dan. Ja, ik hoor het dubbele geluid. Ik had het daar weer al vergeten af te zetten met een neusmasker. Dan. 22. Heb jij serieus flikken gebeld om twee oude vrouwen aan te geven? Je zit echt een fucking loser. Nee.
Hij is gewoon kom. Ik ga even daarop in. Ze mogen ook niet in de Jardijnstraat wandelen. Ik zal dus even op Google Maps laten zien. Kijk, hier, ja, jullie zien het niet zo goed tot die lichtinval. Hier zie je dus de Jardijnstraat lopen. Dus ik ga eens even met mijn pijl. Dat is dit, dit, dit. Okay, ja. En hier, wacht, op deze, ongeveer op deze stuk, heb ik de vrouwtjes dus tegengekomen. Als ik zo reed. Dus die liepen wel aan de juiste kant. Die riepen, dus ik ben dan gestopt voor te zeggen van, ja kijk dames, daar hangt een hele grote bord dat je hier niet mocht wandelen. Dus ik geliefde oftewel via de Medegaatstraat hier zo te wandelen, richting Alex Matthijske. Dus richting hier. En dat je hier ook zo een wandelpadje voor naar het centrum te gaan. Ofwel wandelt je gewoon rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. En dan hierin. En dan zit je in het centrum. Oké, dat is een hele omweg. Oftewel, wat hun ook kunnen doen. Dus ik zit hier terug aan de Jardijnstraat. Dus de industrie hierin. Zo wandelen, wandelen, wandelen. Door Komenstraat. Hier gewoon, oftewel, hier zo afslaan. En dan dit hier afwandelen. Dan dat klein stukje en ze zijn hier, voilà, in het centrum. Oké, het zijn wat kilometers dat ze extra moeten wandelen. Oké, ja, sorry. Maar hun verhaal was dan ook zo van, wij moeten naar huis toe in het centrum van Alk. Maar we zijn niet van hier. Ik zeg, het is onze huis en we zijn niet van hier. Dus dat kwam al redelijk wel verwacht over. Ik ken hier niks. Dus, dus dan heb ik gewoon even voor te wat te informeren naar de politie gebeld. Voor te vragen, kijk, ik heb twee verwarde dames langs de baan zien wandelen en die zijn gewoon door aan het wandelen richting Alke Centrum via de Jardijnstraat. En omhoog van daar mogen niet wandelen. En ze waren ook redelijk wat verward, heb ik dan gezegd. Ze zeiden van, ja, ze zijn niet van hier. Wij kennen het hier niet. Wij gaan nu naar huis toe in het Alkencentrum. Van, je hebt een eigen huis in het Alkencentrum en je kent het hier niet. En wij zijn niet van hier. Dus dat was ook zo even zo voor mij een verwarrend moment. En dan ja, heb ik gewoon naar de politie gebeld voor te zeggen van, is er in een rusthuis niemand vermist? Kan. Gewoon van, ik had zo wel een vermoeden van dat de dames wat aan het dementie aan het worden waren. Dus dat ze dingen begonnen te vergeten en al, bla bla bla, dit en dat. Dat misschien hun hulp nodig hadden. Hoe het is afgelopen, ik zal het nooit weten. Want dat houdt de politie altijd geheim. Dat vind ik wel een klein beetje jammer. Als jij nu juist bent en je kent misschien deze verhaal en jij bent de persoon aan de telefoon die mij aan de lijn had. En jij weet iets meer. Mag je daarover vertellen? Ja of nee? Laat dan ook in de reactie weten. Bij deze. Bij deze ga ik ook de vlog nu helemaal beëindigen. Ik ga ook nog de vlog nog in elkaar steken. En dan is het hoog tijd om naar mijn bedje te gaan. Want ik moet morgen opnieuw gaan werken. Bij deze vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet op Psycho TV kanaal te abonneren. En vergeet ook niet om het belletje te drukken, dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er eigenlijk een nieuwe vlog online gaat komen of een nieuw videoke. En daar valt mijn kabel. En dan ga ik nu beginnen te renderen en dan richting mijn bedje in. Ik zie jullie allemaal morgen weer.
Ciao.